En misschien durf ik het nu wel te zeggen. Maar ik heb heel lang, lang, lang gedacht. Ik heb het talent niet. Ik blok filmen. Ik blok per dag 10 mensen of zo. Echt? Ja, omdat ik vind, kritiek is geen probleem bij mij. Ja. Maar je kan niet komen en mij uitschelden en dan zeggen, is kritiek. Ik was ook niet 20 jaar succesvol, hè. Okay. Je weet hoe die dingen beginnen. Ja, ja, ja. 5 man in de zaal. Hallo, je hoeft niet te komen, hoor. Er zijn geen kaarten verkocht. Maar ik kreeg ook geen studiefinanciering. Ah. En mijn ouders hadden ook het geld niet om te sturen naar Nederland. Ja. Dus ik ging werken, jongen. Ik heb alles gedaan. Een man heeft mij op een parkeerplaats gedropt met een tas met flyers. Moest ik bij die ruitenwissers van die hele parkeerplaats. Die met -4. Ja. Mijn vingers waren krom. Ja, want zij zagen talent in jou. Op welk moment zag jij talent in jezelf? Dat is een goede. Ik heb nog steeds moeite met het talent zien. Ik weet dat Najib. Heel veel van die jongens vertellen mij dat ze wisten al heel jong dat ze artiesten wilden. En ik kijk zo om me heen en ik zie alle grote namen van Nederland op dat moment om me heen zitten. En ik dacht, en hier ben ik lid van geworden zonder dat ik auditie hoef te doen. En ik